even een klein filmpje. Vanaf hier Peter. Vanuit Lecolon, het huis van papa. Maar het is vandaag niet zo mooi weer, dus misschien komt er nog wat op. Kijk eens hier. Daar zijn ze van onze buren, echt van die cabaan. Koeien zijn vandaag niet. Dat was het huisje van Leo. Even dichterbij halen. Heb je het al gezien, mijn shirt? Le Grand Méchant Look. Okay. Maar het is toch soft? Ik bedoel, 70% water bestaat mijn lens uit. Nee, die van mij ook. Heb je ook die bijkonlensen? Nee, het heet... Waar komen we in Holland? Hoe papa? Nou, dat was geloof ik in 75. Toen was ik zo blij dat je gewoon niet alleen maar dit ziet, maar gewoon de hele wereld. En dat ging goed aan het. Ja? Aan de brilletje. Varilux glazen, zo. En over de duizend toren. Ja, maar het is ja. Nee, schat. Had ik al gekregen? Oh. Dat is niet van stil opname, maar je weet wel dat je dan in de picture bent. Toch is leuker. Jongens, ik vind we moeten nou wat zeggen, we moeten gewoon opnemen. Ja, nee, ik laat ze altijd. Ja, maar laat ze zeggen. Ja! Als er een altijd Engels staat, de oude hoe in de jullie, hè? Ja, bedoel ik juist, ik moet nou wat zeggen. Ja, ja. Nee, niks zeg? Oh, ik weet toch zin. Nee, achterkant is nog niet goed. Ik zal hem even hier doen. Niet meer even omdraaien. Volgende keer vraag ik maar aan Toeri. Wat zeg jij erop, Toeri? Echt vrouw, hè, Arthur? Moet je dat niet zeggen, net als je vader? Kan je het zien, hè? Ja, kijk even wat je deed. Wat een rode lampjes. Flikkert er wat. Ja, ik zie het niet. Ze zit achter me zitten met de vingers voor. Zie je met de vingers voor? Toen eens even kijken of het lampje brandt. Papa. Nee, wat ben je aan het doen? Lekker aan het plekken. Nee, dan zie je wat rotsen hier in de aardappelen. Rotsen in de aardappelen? Rotsen in de aarde. Wat rots. Rotsen. Stenen. Rotsen in de aarde. Nou, dat kan toch? Prachtig weer. Ja, het is goed. Dat is het video. Oké, nog een keer. Peter tegen Ines. En dan tegen Turi. Oeps, dat liggen ze weer in de wallen. Goed zo, Turi. Het is natuurlijk altijd nog weer die schoenen die met die hakken zo. Niet meer terug hoor. Een paar jaar geleden. Nee, maar daar heb ik mezelf opgemaakt. Maar ik heb de cultuur van Monsieur Coas, is wat. Is het weer gule? Wie? Oh, de Kmart hoor in Amerika. Alleen bij mij past die niet. It's definitely not Kmart. Weet je die film? Als je dit zegt, wat ik dan. Nee, nee, heb ik nooit gezien. Wat was het nou, die film? Ça sort pas là où tu crois. Wat moeilijk is allemaal. Hij loopt Zwitser-Duits. Zij geeft antwoord in het Frans. Zij reageert in het Nederlands. En hij doet daar ook nog iets. Dat niet door. Ja, dat is je broer. Ik bemoei me er niet mee. Kom maar. Dit zijn de familie Pariklen rond het eten. Waarom heb je het netje er niet afgehaald?
vraagt vaders aan moeders. Omdat het zo beeldig staat, zegt moeders tegen vader. En Toerie vindt de palmhartjes niet lekker. Maar dat leert hij nog wel. Morgen wel, die had hebt er hebben hoor, dat is geen doen. Wat? Dat we niet kunnen zien. Die buisarts die vliegen daar nog daarboven links. Nou, kom op, ach. Ja, het zal best wel. Gaat steil, hè? We moeten er wat voor doen. Hol beste, hè? Lekker, hè? Santé, hè? Santé. Hey Peter, geen beter leven dan een goed leven. Is het transpireert op mensen. Het is deze warm genoeg? Hè? Ja, nou, de op de video. Oh, nou, harder. Daar zijn we op die weg langs de rachten daar. Hoe heet die dingen, Ines? De piramides van Uzeni. Hoor je dit? De piramides van Uzeni. Ja. We drinken nu even op Ger en we gaan hem even feliciteren voor de opening van zijn nieuwe zaak. Salté! Salté! Ad en Ger, ze tweeën van de Brox Brothers. Ad en Ger, hoe noem je die? De Brox Brothers. Nou, prachtig hoor. Hier, een bloemetje heb je alvast. En we missen je hoor, Gerritje hier.
Ik zie trouwens op de stoel waar jij altijd op zat, Ger. Dat is echt jouw drankstoel. Jouw drankstoel. Ja. We hebben net dus een wandeling van 5 uur met tussenpozen. Heerlijk zijn we op de toppen geweest. Ja joh. En een wind was er boven. Auto. Zijn we nog doorgelopen? En zijn wij nog een stukje doorgelopen? Tot aan de koeienstal die hier is. Ja. De koeienstal staat eigenlijk hier. Het moest er meekomen, want toen had je vader zin in een biertje. Daar. In Nederland is het slecht. Zo, kijk, dat vinden wij nou zo leuk. Woensdag de 19e. Spullen af? Hè? Moet je jou ook wel even opstrijken? Yes. Ja. Want morgen wordt het water afgesteld vanaf 8:30, 8:30 half negen tot 10:00. Oh, dan moet je alleen vroeg douchen, stellen? Ja, nee, ja, met je wasserij beneden bedoel ik. Nee. Niet belangrijk? Gaan we morgen lekker het bos doen of zo? Nee, ja, ik moet toch 10:00 naar beneden. Oh, 11:00. Kan het weertje, was het regen in Nederland? Was het alleen zo koud? Zo'n storm, zei mama, want ze waren uit Zeeland teruggegaan. Ze hadden toch de vrijdag uitgebeld. Ja. Want anders is ze weer weg. Hallo! Ja. Ja. Hallo! Nu is het lekker te lezen. Die denkt ook, laat die oudjes maar lekker kletsen. Echt normaal, waanzinnig lekker te eten. Nou ja, dat is toch de vraag. Jawel. Kijk eens in de pan. Kijk eens in de pan. Ik heb wel zilverpeper. Of niet? Nee. Haasvouw. Nee. Oh, excuse me. Nou, haasvouw. Kijk, en daar wordt nog meer gevleugeld. Iedereen wordt altijd geregeld. Ah ja, onderhand. Ja, dat schuift niet uit. Of je moet een buitenmicrofoon erop zetten. Extra plug. Dat kan wel in dat ding. Oh ja, pardon. Je mooie jongen, zei ze. Ja, dan moet hij even rustig erbij houden. Ik vind het wel leuk. Oh ja, ja. Nee, ik ben de foto's niet. Ga maar. We doen hem al. Annelies. Zo. Zo, jongens. Oké. Okay. Ik ga even naar de Peter, ik zeg maar gewoon op je bord, hè. Kijk eens even die apen op daar. Moet je hem op zijn glien en vluur het loggen.